Monique Heger, goedemorgen met Wil van Delft van programma Delsblauw. Ja, goedemorgen Wil. Goedemorgen Monique, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege een nieuwe single, mooie single, Mijn Levenslied. Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Ja, goed joh. Ik ben net goed en wel terug van vakantie. Lekker een weekje naar Bulgarije geweest, lekker in de zon, prachtig weer gehad. En lekker eventjes relaxen. Nou, heerlijk. Eventjes de druk eraf en dan kunnen we nu weer volop aan de bak. Hey, heerlijk toch? Wat je gehad hebt, dan nemen ze neem je niet meer af, hè? Nee, zo is dat. Maar het gaat altijd zo snel voorbij, hè? Oh. Ja. Dat is al weer een nadeel. Ja, dat zijn een mooie dingen natuurlijk, hè. Maar Monique, de vorige keer dat we elkaar gesproken hebben, dat was toch met die duetzinger met Kian Derk, hè? Ja, met Kian Derk. Ja, dat was vorig jaar. Ja. En het was toen, want je waren toen troetelaar hier in het programma, met de single Ik zal op je wachten. Gaat dat nog ooit een vervolg krijgen met Kian, of niet? Ik zeg nooit nooit. Kian en ik die zijn hele dikke vrienden geworden. En ik treed ook veel op in zijn shows in Vlaanderen. Ja. En daar reis ik heel graag bijna 5 uur voor naartoe. Ja. En dat is altijd super gezellig. En we hebben ook heel veel contact ook via de Facebook en de social media. En ja, als we met elkaar optreden, dan zingen we natuurlijk ons duet. En soms ook nog wel wat andere liedjes samen. Ja, en het is gewoon hartstikke leuk. En wie weet wat er nog ooit tussen ons gebeurt qua single. Jij hebt ook ooit een duet opgenomen met Jan Werringen. Ja, dat klopt. Dat was een jaar voordat ik met Kian een duet heb opgenomen. Dus deze solo single, die heeft ook 2 jaar op zich moeten laten wachten, omdat ik dus die 2 duo singles, ja, die kwamen alle 2 op spontaan wijze tot stand. Ja, zo kan het gaan. En ik ben wel van de spontaniteit en ik hou ook wel van uitdagingen en verrassingen. Ja. Dus ja, je weet het met mij nooit. Ja. Ik draai dus juist een klein stukje van die andere single van jou, Vind het Geluk. Was ook zo'n mooie single voor jou. Ja, dat was mijn, denk ik, mijn laatste solo single voor deze, Mijn Levenslied. Ja, Mijn Levenslied. Ik lees ergens, ik weet niet of ik het mag voorlezen. Na een onrustige periode in haar leven was ze toe aan een tekst waarin ze veel gevoel in kon leggen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik had voor deze single had ik natuurlijk allemaal singles uitgebracht met luchtige teksten. Die gewoon makkelijk te zingen waren en waar ik eigenlijk mij blij door voelde. En ik heb inderdaad een hele rottige periode gehad met allemaal privé dingetjes. En ik vond het wel tijd worden voor een tekst waarin ik mijn gevoel kon leggen. Dus als ik het zou zingen, dat ik het ook zou voelen. Ja. En dat het heel dichtbij kwam. Ja. Nou ja, goed, en dat is gelukt. En het is in de tekst heel goed gelukt. De tekst is wat zwaar, maar daarentegen is de muziek weer heel mooi, heel modern. En een beetje trance-achtige invloeden zitten erin. Ja, en zo wou ik het ook. En het is precies geworden zoals ik het graag wilde. Ja. Met de tekstschrijver Jacqueline Loen, die heeft dan de tekst geschreven voor dit nummer. Ja, dat klopt. Ik ben met haar aan tafel gaan zitten en ze zegt, waar wil je het over hebben? Nou, toen kwam mijn verhaal los en zij had ook een beetje een soortgelijk verhaal. Dus ja, het klikte ook meteen en toen heeft zij deze tekst erop gemaakt. Ja. En Maarten de Groot die heeft de muziek eronder gecomponeerd en dat heeft hij fantastisch gedaan. Ik ben er heel tevreden over en ik wilde ook absoluut geen cover. Ik wilde gewoon alles splinternieuw, zowel de tekst als de muziek. Ja. En dat is goed gelukt. Ja. En nu zit jij alweer 10 jaar in het vak, hè? Dit jaar, hè? Ja, de tijd die gaat zo snel. Ja. Ja, 10 jaar. In 2008 ben ik inderdaad begonnen. Heb ik mijn eerste singeltje uitgebracht, zelf geschreven. En ook gaat ook over mijzelf, net zoals deze weer. Dus dat is ook dan wel weer... Ja, dat had ik ook eigenlijk zo bedacht, dat ik dat zo wou. Dus mijn eerste single en... Nou ja, goed, en dit is mijn 25e single. Dus het is ook weer een jubileumgetal.
Ja, dus het komt allemaal een beetje samen. Dat is wel heel bijzonder. Dat vind ik toch, Monique. Dat is mijn mening van het nummer Mijn Leven Ziet. Jij legt daar een tekst in. Er zit toch een iets van jouw persoonlijkheid in die tekst als je luistert. Maar je brengt het niet op een levenslied manier. Het is toch een beetje, het is een stevig een beetje puppymuziek. Dat vind ik het mooie van deze single. Ja, nou dat vind ik dus ook. Want de tekst die verklapt, als je ook de clip bekijkt, in het begin denk je van, oh jee, waar gaat dit heen? Ja. In het begin van de clip zie je ook dat ik niet zo blij kijk. En dat is ook een beetje een rustig begin. Ja, en dan gaat hij toch wel richting het dance gehalte. Ja, en dat is best wel verrassend. Veel mensen vinden ook verrassend. En inderdaad ook de titel, die zegt mijn levenslied. Maar goed, de muziek eronder, dat is het totaal niet. Ja, en dat was ook mijn bedoeling. Ja. Jij bent iemand, en dat lees ik in jou weer in jouw biografie, iemand die houdt van hardlopen, shoppen, maar ook lekker van vakantie aan. Ja, nou ja, goed. Zoals ik al zei, ik ben net terug van vakantie. Ik moet al nog eventjes weer wachten op de volgende rit, maar dat vind ik heerlijk. En het hardlopen heb ik een beetje op een laag pitje. Ik ben nu een beetje aan het zwemmen, want ik heb een beetje last van mijn knie. Ja. Maar goed, je moet ook natuurlijk hobby's houden. En ik werk ook nog, dat zingen is natuurlijk hobbymatig. Ja. En daarnaast werk ik ook nog 32 uur per week in de ICT, in de zorg. Ja. Dat is ook best wel een pittige baan. Ja. Dus goed, als je dan lekker af en toe eventjes je zinnen kan verzetten. En lekker even sporten en even shoppen. En af en toe en lekker op vakantie even ertussenuit. Ja. Altijd goed voor een mens, toch? Dat zeker. Vertel nu iets voor de luisteraars die de zinger nog niet gehoord hebben, in het kort wat de tekst over gaat. Ja, we weten het natuurlijk, maar vertel even in kort. Ja, nou, de tekst die gaat over mij, dat ik een periode heb in mijn leven heb gehad dat ik mij niet zo prettig voelde. En dat mijn leven een beetje zwart-wit was, zeg maar, een beetje grijzig. En dat er niet veel kleur aan zat. Ja, en sinds ik jou ken, komt er in het liedje voor. En daar kun je alle kanten mee op, want ik heb de clip een beetje in het midden gelaten. Je kan het zien als een nieuwe relatie. Nou ja, goed, en dat is ook zo, dat verklap ik jullie nu. Maar goed, de clip verklapt dat niet. En de mensen die zien dus dat ik in Londen ben. En dat ik daar het heel erg naar mijn zin heb en dat ik daar straal. En aan het begin van de clip zie je mij zitten aan de keukentafel. En dan straal ik niet en dan is mijn leven grijs. Nou ja, en zo was het ook. Ja. Op een gegeven moment kwam er een keerpunt in mijn leven. Ja. Nou. En dat gaf kleur. Ja. En vrolijkheid. Nou. En die vrolijkheid is er. En we gaan weer de nieuwe weg in. Hè. Vanaf nu, zoals je zegt, met deze single. Je laat het duidelijk horen aan de mensen hoe dat is geweest. En we zetten nu weer de neuzen in de goede kant op, hè? Ja, zeker. Ja, we gaan ervoor, hoor. Ja, want ik... het zingen, dat vind ik altijd mooi. En al 10 jaar doe ik dat met heel veel plezier. En ik zeg altijd, zolang ik er nog plezier in blijf houden, dan ga ik ermee door. Ja. En dan maak ik ook nog mooie singeltjes. En wie weet wat er allemaal nog komt. Ik verras de mensen steeds weer. En daar hou ik ook van. Ja, daar hou je van, hè? De mensen verrassen. Ja. Bij jou moet het niet allemaal te eentonig zijn, hè? Nee, als mensen naar mijn optredens komen, dan verras ik ze ook altijd. Want ik ben echt een allround zangeres en ik zing echt van alles. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. En dat mix ik ook allemaal door elkaar, ook als ik half uurtjes doe. Ja. Okay. Het weekend rustig optreden of nog eventjes nagenieten van de vakantie? Nou ja, goed, we hebben vanavond is er een feest bij ons in het buurt. Gaan met vrienden naartoe. Dus dan ben ik gewoon gast, zeg maar. Dus dan er komen allemaal artiesten en dat is hartstikke gezellig. En morgen hebben we een rustdag. En zondag, daar hebben we een boeking gekregen toen we op vakantie waren. Dus dan moeten we naar een voetbalclub. Want die kunnen promoveren. Dus ik hoop dat het lukt. Nou, en dan gaan we een feestje babbelen. Nou. Leuke vooruitzichten. Monique, voor de luisteraars die meer willen weten over jou, ze kunnen alles vinden over jou op de site www.moniquehegen.nl. Dat klopt, hè? Ja, dat is mijn website. Nou, daar kunnen ze wel veel over mij vinden. Mijn biografie staat erin en wat clips en wat mooie foto's en wat nieuws. Alleen mijn Facebook, dat is echt up-to-date. Ja. Daar staan echt al mijn openbare optredens in en leuke foto's. En straks zet ik een paar vakantiefoto's erop en met een verhaaltje erbij. En natuurlijk YouTube, hè? Ja. Ook al mijn naam, Monique Hegen. Ja. Met dubbel E inderdaad. En je vindt van allerlei filmpjes en clips en echt live opnames van optredens. Dat is ook altijd wel leuk voor de mensen om te zien. En ik zou zeggen, mensen, lieve mensen, als jullie een keer in de buurt zijn, als ik ergens optreed,
kom langs en dan kun je mij live zien en horen. Want dat is toch altijd anders als in een clipje of nou, op social media. Maar ik vond het fijn, leuk om weer gesproken te hebben. Ik spreek met een fris, vrolijke dame nog. Ja, heerlijk. Ja, mijn moeheid die komt er nog niet uit, denk ik. Hè? Want ik ben nog wel moe, hoor. Want we zijn vannacht pas geland. Ja. Dus in Duitsland. En toen moesten we nog een eind terugrijden. Dus ik moet dan nog wel even bijslapen. Omdat we vanavond ook een feestje hebben. Okay. Maar ik ben wel vrolijk. Ik ben wel lekker uitgerust. Dus dat is heel belangrijk voor mij. Nou. Heel erg bedankt en voor het interview. We spreken elkaar weer bij de volgende keer. Het laatste woord richting de luisteraars. Die meeluisteren, zeg iets tegen de luisteraars. En dan ga ik de single starten. Ja, lieve luisteraars. Hier is mijn nieuwe single. Monique Hegen, Mijn Levenslied. Het gaat je goed, Monique. Tot de volgende keer. Hè. Bedankt. Hoi. Ja, bedankt veel. Hoi. Joehoi.